Het circus was in de stad. Er waren goochelaars, jongleurs en tovenaars. De grootste ster was een kleine jongleur en hij gooide kleurige ballen hoog in de lucht en gouden ringen. En als die langs een kraam kwam met allemaal bekers, dan gritste die bekers bij elkaar en gooide die bekers in de lucht. En de mensen, ze joelden, ze lachten en ze klapten van enthousiasme in hun handen. De jongleur, hij groeide uit tot een volwassen man. En hij was de beste, de beroemdste jongleur van het hele land. Tot op een dag hij een bal liet vallen. En hij liet er niet één, niet twee, nee, hij liet om de klipklap een bal uit zijn handen vallen. En de mensen, ze lachten hem uit, keihard, in zijn gezicht. De leider van het circus vond dat het zo niet langer kon en hij ontsloeg de jongleur. En vanaf dat moment reisde hij alleen verder. Hij had geen dak boven zijn hoofd en hij sliep onder de blote sterrenhemel. En tijdens een van die nachten keek hij naar die sterren en de maan. En hij dacht, degene die dit geschapen heeft, dat is de grootste jongleur ooit. Zo knap hoe hij alles kan laten bewegen, zo precies hij dat zelf wil. En ineens dacht hij, degene die dit geschapen heeft, die wil ik dienen. En hij ging het klooster in. Hij vond een klooster die het goed vond dat hij het voor een tijdje uitprobeerde of het wel iets voor hem was, monnik zijn. En hij vond het niet gemakkelijk. Want hij wist van niks hoe het moest. Alles, als hij moest knielen voor het bidden, dat kon hij niet goed. Dagenlang zijn mond dicht houden, zo lastig. En zingen in het koor. Hij zong hard en vals. En die monniken die hielden hun oren dicht van ellende. En na een tijdje dacht de jongleur, ik kan eigenlijk niks. Ik kan niet jongleren. Ik kan niet goed bidden. Ik kan ook niet zingen. En hij zat een beetje voor zich uit te somberen op het bankje in de binnenplaats van het klooster. Toen kwam er een monnik langs en die zag de jongleur zitten en die dacht, hij moet maar eens even aan het werk. En hij gaf hem de opdracht om de zilveren bekers te gaan poetsen die in de kloosterkerk stonden. En dat ging hij doen. En terwijl hij dat deed, keek hij naar al die heilige beelden die daar stonden in de nissen in de muur. Het leek wel alsof ze naar hem keken. Het leek wel alsof ze naar hem glimlachten. En ineens kreeg hij een idee. Hij pakte zo'n beker, gooide hem in de lucht. En nog een beker. Hup! En nog 1, 2, 6 bekers gooide hij in de lucht. En hij riep, dit is voor jullie! En de bekers, ze draaiden in de lucht. En de jongleur, hij genoot ervan. En zijn schaterlach klonk door die kerkzaal. Maar ineens kwam de monnik binnen en hij zag de jongleur. Wat ben jij nou aan het doen? Dit is het huis van God. En de jongleur, hij schrok zo dat hij alles uit zijn handen liet vallen. En die bekers, ze rolden al kletterend over de stenen vloer. En de jongleur, hij kroop erachteraan om ze allemaal te pakken. En hij dacht, dit is gewoon niks, niks voor mij. Ik ben eigenlijk nergens geschikt voor, echt nergens. En precies terwijl hij dat dacht, kwam de abt van het klooster binnen. En die zag het jongleur kruipen bij de altaar. En hij zag de boze monnik. En hij vroeg wat er aan de hand was. En de monnik, hij vertelde het hele verhaal. En hij zei mopperend dat er nog steeds 1 beker zoek was. En de abt, hij keek het klooster
kerk rond. Kijk, daar zie ik nog een beker. En de jongleur en de monnik, ze volgden de blik van de abt. En ze zagen het beeld van Maria met in haar armen dat kind Jezus. En dat kind, dat strekte zijn hand uit. En in dat hand lag de zilveren beker. De abt, hij lachte. En hij zei dat het kind Jezus waarschijnlijk heel erg genoten had van de voorstelling van de jongleur. En hij zei ook tegen de jongleur dat hij van nu af aan elke dag een voorstelling mocht geven voor de Heer. En vanaf dat moment voelde de jongleur eindelijk dat hij zichzelf kon zijn. Iemand die ervan hield om kleurrijke ballen in de lucht te gooien. En ook iemand die af en toe een bal miste.